Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de zesde aflevering van Robin Smalltalk. Dit was de aflevering waar niemand het spel hoefde te verlaten en waar Marije haar frustraties moest wegstoppen. En daar gaan we dan gelijk mee beginnen met de titel van de aflevering, genaamd Wegstoppen. Ja, en hier kan ik natuurlijk alle momenten van Marije laten zien, omdat ze overal net achter het net viste. Maar er is me toch wat opgevallen met betrekking tot de titel van deze aflevering. Natuurlijk in opdracht 1, waar Marije zorgvuldig de brief heeft weggestopt met alle voorgaande haltes. En wat heb je in je tas gestopt? Daar heb ik informatie gekregen over de andere borden. Maar ook Charlotte, die ook op de kamer zit. Hier kreeg ze wat vragen en die wist ze dus niet meer omdat ze haar brief ook had weggestopt. Heb jij een geluksgetal? Ik denk het niet. Maar je hebt je lijst geprint. Ja, maar die heb ik helemaal weggemoffeld. Oh, ze gaat niet de antwoord geven. Nee. En dan natuurlijk heeft René haar eigen kamer gekregen, waar ze in weggestopt wordt. In ieder geval, het zijn een hele hoop dingen. En dit is ook de titel van de aflevering. En dan gaan we verder naar opdracht 1, genaamd Brievenbus. Een erg interessante opdracht, welke leek op de hoevenkrachtopdracht van seizoen 20. Hier konden ze €1750 en troeven mee verdienen. En ze hebben ondanks alles toch €650 en ook nog wat troeven kunnen verdienen. Behalve Marije, die heeft eigenlijk alleen maar geld uit de pot gespeeld. En tijdens deze opdracht is het voordelig natuurlijk om voor de mol eerlijk te zijn. Want hierdoor wordt hij of zij minder verdacht. Wat dus inhoudt dat René eventueel hier een mol zou kunnen zijn. Want naast haar heeft Splinter ook constant eerlijke antwoorden gegeven. Maar Splinter is niet direct hier een mol, want hij heeft ook wat informatie achtergehouden en loog ook eerste instantie. Maar besloot later om toch gewoon eerlijk te kunnen zijn. En natuurlijk wanneer René bij een halte staat, dan zie je het volgende. En dit is toch wel redelijk opmerkelijk. Het lijkt erop dat de productie hier een stuk tape overheen heeft geplakt. Wellicht omdat dit te maken heeft gehad dat dit direct naar de mol zou kunnen leiden. Wellicht ook niet. Ja, wie zou het zeggen? In ieder geval, tot zover opdracht 1. Dan opdracht 2, ook wel ontsnappen genoemd. Hier konden de spelers €1500 verdienen, maar uiteindelijk hebben ze niets verdiend, omdat ze Marije hebben achtergelaten. En hier konden een aantal kandidaten toch wel wat molacties uithalen. Te beginnen natuurlijk met Marije, die eerst moeite had om haar celdeur open te krijgen. En vervolgens kreeg ze de sleutel niet te pakken en werd ze door iedereen eigenlijk genegeerd. Maar ze was er wel mee eens om haar binnen te laten. Ja, heb je gekeken? Hangt daar niet ergens een slot in de lucht? Ik heb het geld, ik moet eruit. Ga maar lekker, schat. Laat mij maar achter. En dan hebben we natuurlijk René, welke voor de verandering eens niet hoorde dat ze naar buiten moest. Is het open? Kom, ja. Maar ik heb met haar ook wel een beetje een vreemd gevoel. Het lijkt wel alsof ze dingen willekeurig wel of niet horen of wel en niet moet zien. Want je ziet ook niet in elke aflevering ook haar leesbeeld terug of bij elke opdracht. Terwijl de tekst ook relatief klein is. Erg vreemd in ieder geval. En dan hebben we natuurlijk Rocky. En waar een hoop mensen haar niet of nauwelijks meer verdenken, was het volgens mij toch echt wel Rocky die iedereen naar buiten dirigeerde en naar de desbetreffende knoppen begeleidde. Maar dan kan je het ook met Rocky omdraaien, omdat zij als eerste uit haar cel was en René bevrijdde en Charlotte hielp met de kaars vasthouden. Daarna kwamen natuurlijk Charlotte en Splinter uit hun cel, waar Splinter zei waar de sleutel hing. En dat zou dan inhouden dat Rocky en Splinter af zouden vallen, ja, als eventuele mol. Want als mol, lijkt mij, wil je zo lang mogelijk binnen blijven zitten. Wat in dit geval dus Marije is, die dus uiteindelijk helemaal niet buiten kwam. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste opdracht van deze aflevering, waar de titel onder druk zetten was. En dat gebeurde ook goed deze opdracht. Ze hebben van de €2000 €750 binnen kunnen halen. En de René was ook hier als laatste over en hoefde dus haar scherm niet te zien. En zij koos er ook voor om Charlotte en Marije haar scherm niet te laten zien. Wat ook wel heel erg goed was voor Marije, want die had de hele aflevering al niets mee. Ook had Rocky hier weer een anti-mol actie. In plaats van een leven van de andere kandidaat af te pakken, besloot ze om geld te pakken, net zoals René. Alleen wie de laatste €250 pakte, is niet bekend. En waarschijnlijk gaan we dit aan het einde van het seizoen zien. Het zou heel goed kunnen zijn dat de mol dit geld heeft gepakt. En dan tijdens de echte Moltalk aflevering was dit schema te zien. Hieruit blijkt dat Charlotte geen levens heeft afgenomen van iemand anders, wat sowieso erg vreemd is. Maar als je dan haar hakken ziet tijdens deze aflevering, zou je ook wel redelijk kunnen snappen waarom. In ieder geval,
Niet iets om goed op te kunnen rennen. En dan zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Zoals ik net zei, de aflevering waar niemand het spel hoefde te verlaten. En er maar 2 van de 5 schermen getoond werden. En ook hier stelde Rick een vraag welke René niet had verwacht. En dat was ook wel een soort van aan haar reactie te zien. Deze keer is hij anders dan anders. Want één van jullie zit hier met een gerust hart. René? Yes. Dat voelt vast fijn. Of zit je hier altijd al met een gerust hart? Hoe dan ook. De verdenkingen zijn voor mij nog steeds onzeker. Marije staat nog op mijn verdachtenlijstje, net zoals René. En hopelijk gaan we de komende week zien wie af gaat vallen. En of ik een groot deel van mijn punten kwijt ben. En dat is voor nu waar ik het bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu...